Nou, daar zijn we weer. Welkom terug bij NBA 2K16 Fantasy MyGM met de Heat. We hebben de eerste wedstrijd verloren. De tweede wedstrijd is tegen de Cleveland Cavaliers. Laten we eens even gaan kijken wie hun hebben. D'Angelo Russell, Blake Griffin, Jahlil Okafor. Dat zijn de interessante namen. Daarvoor moeten we gaan oppassen. Maar wij hebben DeAndre Jordan. Die speelde goed de vorige wedstrijd, ook al verloren. Alleen dit keer verlies ik de tip-off. Oké. Oh, dit is geen goed schot. Maar het gaat er wel in. Oké, ik had verwacht dat ik die ging missen. Met eerste schot van ons is raar. Oh, wait. Open vanuit de corner. Yes. Oké, pick and roll met Fry. Ik zie Wade weer komen. En... oh, Wade is on a roll daar. Al zijn schoten zijn raak tot nu toe. Oh, daar gaat Rose. Uh-oh. Oké, we hebben de rebound. Chandler hier. Terug naar Rose. Pump fake, waar valt hij voor? Rose mist het schot. We hebben twee vrije worpen. De eerste zit. Kijken of we 2-0 kunnen raken. Juist. Oh, daar is Carter. Yes! Hij kan nog wel dunken als het moet. Lekker bezig. Oh, daar is de steal. Kom op, als we snel zijn. Schieten. Oh. Ja, ja. Buzzer beatertje. Precies voor het einde van de eerste kwart. Oh, ik heb blocked. Naar Rose, kom op. We gaan gewoon schieten. Kom op, Rose. Oh, kijk dat dan. Martin. Helemaal open. En deze tweede kwart is wat saaier dan de eerste. Er gebeurt niet zoveel. Oh, yes. Kom op, dit is een alley-oop mogelijkheid. Wade. Yes. Lekker hoor. En Dwayne Wade op zijn oude leeftijd kan het nog steeds. Oh, wauw. Kijk dit dan. Dat is pas slecht verdedigen nadat ze zelf scoren. Easy dunk voor Rose. Oh, yes. Weer voor het laatste schot van de wedstrijd. Geen buzzerbeatertje, maar wat een dunk van Rose. Goeie steal. Lekker afgemaakt. No way. Ik wou zeggen, als ze dat raken, dan dat zou wat zijn. We gaan met een mooie leiding de rust in naar de tweede kwart. 31-19. Ik zie het, Jordan. Laten we eens even gaan posten. Jij kan het wel winnen. En, zie je? Dat moet ik echt soms eens wat vaker gaan doen deze wedstrijd. Hij heeft nog niet veel gedaan. Terwijl Jordan er toch wel een leuke man voor is. Goeie screen. Oh, Rose helemaal open. No! Fry met de rebound. En mist ook. Wat is dat van screen, Fry? Kom op, man. Doe dat eens beter. En waarom gaan we godsnaam naar die kant ook? Oh, maar daar zijn we los. Fry, rebound, kom op, nee. Oh ja, lekker geblokt daar, Fry. Oh, en ik zie Wade gaan. We gaan weer, oh. Alley-oops zijn zo heerlijk om te doen. Kom op, Wade, je kan hier langs. Oh, ik zie je, heel. Oh, naar Chandler. Yes! Geen idee hoe dat gebeurde. Maar hey, we nemen elke dunk die we kunnen. Oh yes, goede screen. En Rose slamt hem in. Het ging bijna mis. Maar het ging er nog in. En zo gaan we de vierde kwart in. Met een 9-punt leiding. Oh wow, hoe had hij die rebound? Dan ging helemaal nergens over. Ik wil nog een stop. Laat ze niet scoren. Wij hadden die rebound gewoon moeten hebben. We stonden er gewoon goed voor. Ze missen. En wat de? Wat een cheese daar. Maar we hebben hem nu eindelijk. Rose hier. Oh, dit gaat mis. Nice. Goed schot van Shumpert. Ah, Fry. Daar had je tussen moeten zitten, die paas. Kom op, we moeten een stop. Goeie rebound.
Het is maar 5 punten verschil nog maar. Dat is meer geweest. Hier is Chandler helemaal open. Mist! Eens kijken of we nu met Jordan kunnen scoren. Kom op, Jordan. Juist. Dat gaat mis. Goed geblokt. Juist, ga nu. Oh, ik zie je, Wade. Waarom ga je naar buiten? Nou ja, we nemen een 3. Yes! Ik wil eigenlijk veilig dunken, maar hey, als we 3 punten raken, dan is dat altijd beter dan 2 punten. En ze gaan fouten maken om de tijd te stoppen. Maar Wade raakt het wel. Dat is 1. Wade is onze man deze wedstrijd gewoon. Hij gaat de tweede ook raken. Kijk maar. Huppakee. En zo stormen we naar de overwinning. Het begon heel goed. Later ging het wat moeilijker. Maar hij lijkt toch wel zeker te zijn. Oh, kijk dat dan. Martin. Helemaal los. Bam! En zo slammen we nog even met Martin in de laatste paar seconden. We kunnen ook gewoon de klok stil gaan dribbelen naar het einde. Maar hel, als je dan toch zo'n dunk kan nemen, dan doen we dat gewoon. Nou gaan we wel de klok uitdribbelen. En we hebben gewonnen. Zo, na verloren in de eerste wedstrijd winnen we de tweede. We begonnen goed, wat is al zo'n een redelijk grote leiding. Cleveland kwam wel terug, maar uiteindelijk winnen we met 10 punten verschil. 58 tegen 48. Vond je dit leuk? Laat dan een like achter en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters.